Bam, daar was hij opeens. De aankondiging van Rockstar en Remedy dat Max Payne en Max Payne 2, The Fall of Max Payne, een remake gingen krijgen. Mogelijk wordt dat in één game samengebouwd, maar het zou echt een volledige AAA Remedy productie worden. Geen beetje poetsen, nee, echt een volledige remake. En dat is vet. We houden hier op de redactie allemaal van Max Payne, maar het deed bij ons meteen een andere vraag opkomen. Welke andere Favo-franchise, Favo-game, wat het ook is, zou jij graag geremaked willen worden? En dat heb ik gewoon even aan de redacteuren voorgelegd. Er zijn een aantal genres die zijn voor mij echt bepalend geweest bij het ontwikkelen van mijn gamesmaak. Strategy is absoluut eentje, die is super belangrijk. Dan ben ik blij dat er de laatste tijd een aantal remakes geweest zijn. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe Age of Empires gezien. Er komt een nieuwe Advance Wars aan. Nou, allemaal leuk, daar gebeurt van alles. Een ander genre waarbij ik relatief weinig innovatie en zeker niet veel remakes zie, dat is het shoot-em-up genre. En ik denk dat dat ten tijde van de Dreamcast populair was en op een gegeven moment een beetje ondergesneeuwd is geraakt. En ik wil eigenlijk één game eruit tillen. Die vond ik namelijk zo episch toen ik een Amiga 500 had. En dat is een game die heet Ikari Warriors. Een game die kwam oorspronkelijk uit in de arcade, op de arcadekasten. En is later ook gepoord naar, weet ik van, in ieder geval de Amiga, Atari ST ook waarschijnlijk al. En het toffe was, het was een shoot-em-up, top-down. Waarbij je een soldaatje bent en die loopt rond. Kan om zich heen schieten in, 8 verschillende richtingen. En granaatjes gooien en dan moet je proberen een heel level zien uit te spelen. Aan het eind van het level krijg je geld voor die specifieke missie en daarmee kan je nieuwe wapens kopen. En dat alleen was zo'n ontzettend sterk gameplay principe dat ik die game ben blijven spelen en er ook een warm hart voor. Wat ik nog tof vind, de arcade versie die stond of staat bij Blast Galaxy in Amsterdam. En daar zag je ook wat voor soort controles. Want je kan hem met z'n tweeën spelen, dus met twee spelers in één veld. En de stick waarmee je je mannetje bestuurt kun je ook draaien. En daarmee kon je dus draaien waar dit toe gaat. En die sticks waren meestal kapot van die kast. Dus dit draaien, dat werkte niet helemaal goed. Daarom kon je niet helemaal goed spelen. Maar goed, ik wil niet per se exact die game spelen op een, nieuwe Xbox Series X of iets dergelijks. Wat ik eigenlijk wil, is dat het hele idee van die game gewoon opnieuw wordt gemaakt en opnieuw wordt geimagined. Met moderne visual effects en moderne gameplay technieken. Dat zou echt fucking geweldig zijn. En dan moet ik ineens bedenken waar ik een remake van wil. En dan is het heel makkelijk om meteen te zeggen de Jack and Dexter trilogie. En dat ga ik dan ook gewoon doen, want ja, waarom zou je het moeilijker maken dan het is? Ik zat dan zelf te denken, ik heb deze liefde al vaker gegeven. De makers van Kena ontwikkelen opnieuw Jack and Dexter 1. En Naughty Dog houdt zich dan bezig met Jack and Dexter 2 en 3, oftewel Jack 2 en 3. En dan krijgen we dus een soort van Uncharted Jack and Dexter, waarin we gewoon wel een vet koffersysteem hebben in plaats van, je had natuurlijk die gigantische stad waar je in kon rondvliegen, chasen. En dat is natuurlijk een illusie, een utopie, dat ook echt ooit gaat gebeuren. Maar het lijkt me wel heel vet dat we gewoon een soort van Nathan Drake-achtige actie krijgen, maar dan in het Jack and Dexter universum. En ik wil ook weer meer Dexter levels, zoals je dat in die PSP game had, die ik nooit kon kopen omdat ik geen PSP had. Dus dat wil ik ook. Ik wil meer Dexter. Ik wil gewoon meer Jack and Dexter. Jack and Dexter 4 mag ook. Maar dan is het geen remake en dan is dit ook geen item meer. Nou, er zijn wel een aantal titels die me te binnen schieten wanneer het aankomt op games die wel eens een remake behandeling zouden kunnen mogen krijgen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een Elder Scrolls Morrowind, die de tand destijds echt niet doorstaan heeft in grafisch opzicht, maar die ik graag nog wel eens een keer zou willen herbeleven. Of iets minder oud Oblivion van diezelfde Elder Scrolls franchise. Of wat te denken van een Onimusha op de PlayStation 2. Maar tegelijkertijd hebben we daar in een nieuwe jasje al een soort van Nioh in de plaats gekregen. Dus ik zat eigenlijk te denken aan een andere game of een andere franchise die eind vorige eeuw
eigenlijk bedacht was door Amy Hennig, die we kennen van onder meer Uncharted. En dat is met name het tweede deel, Legacy of Kain, Soul Reaver, met Raziel in de hoofdrol. I should kill you where you stand. Kain's very existence is a cancer upon this world. As long as he lives, all of Nosgoth is in peril. Een action-adventure game met puzzelelementen, met combat. Een toffe, gritty wereld. Goede voice acting, wat ik me nog van kan herinneren. Grafisch niet je van het. Ik denk dat de oudere gamers die franchise wel hoog zullen hebben zitten, ook de meeste. En dat, ja, het is inmiddels meer dan 20 jaar geleden. Dus er zullen ook nog heel veel gamers zijn die totaal niet bekend zijn met die franchise. Dan zou ik zeggen, remake gewoon Legacy of Kain Soul Reaver of Soul Reaver Legacy of Kain. En laat mensen kennis maken met die hele vette game. Wat zou ik graag geremaked willen worden, jongens? Het is echt een pleuris moeilijke vraag, want... Ja, in die 30 jaar dat ik nu al videogamesjournalistiek doe, ik heb honderden games voorbij zien komen. Misschien wel duizenden games. Oké, 99% hoef ik daar niet van nog een keer te spelen. Maar goed, die 1% van die paar duizend, dat is natuurlijk ook een veel. Daar kwamen allerlei ideeën bij me op al heel snel. Condemned vind ik een waanzinnige game. Zou ik best een remake van willen hebben. Was een van de vetste games volgens mij op de Xbox, dacht ik. Dus het is eigenlijk ook alweer een hele tijd geleden. Dingen als de laatste Skyrim vond ik ontzettend vet. Maar ja, goed, dan zou je ook zeggen van er komt straks weer een nieuwe Elder Scrolls aan. Dus daar komt alweer iets van. Fallout zou ik best wel weer eens echt een goede editie van willen hebben. En we hebben al hele vette Fallouts gemaakt. Dus wat als we die nou... Maar ja, er komt echt wel weer een nieuwe Fallout aan. Dus ik moest eigenlijk gaan zoeken naar een game die ook daadwerkelijk niet meer gemaakt gaat worden. En dan kom ik uit bij een shooter die ik ooit op de E3 zag, die nog steeds eigenlijk top 3 beste shooters single player is die ik ooit gespeeld heb. En dat is de shooter die Valve maar weigert opnieuw te gaan maken. Half-Life. Ik denk dat Half-Life essentieel is voor het shootergenre. En dan met name voor de verhalende singleplayer ervaring. Ik zou het echt heel tof vinden als een hele generatie jonge gamers die nu allemaal aan de Fortnite zitten en weet ik allemaal, moeten ze vooral doen. Maar dat ze ook ervaren hoe het is om een echte goede verhalende shooter te gaan spelen. Bovendien is het ook nog eens een keer de foundation van Counter-Strike, de meest gespeelde shooter aller tijden. Maar goed, een Half-Life remake... Triple A, met misschien de mogelijkheden die je vandaag de dag hebt, dat je die toevoegt aan de game. Daar zou ik onmiddellijk mijn bed voor uitkomen. Dus mijn keuze, Half-Life. Ze hadden trouwens ook een race game bij Jak and Dexter. Dat was ook vet. Dat was een soort kart race. Dat konden ze natuurlijk al, want ze hadden Crash Bandicoot Racer gemaakt. Die hebben ze ook geremaked. Maar dat hebben ze niet zelf gedaan. Maar dat is ook vet. Je hebt dus... Hoe heet die game nou? Split Second van Disney Interactive. Split Second Velocity. Die wil ik ook. Dat was een soort race game waarbij je door de stad chaste en waar je de omgevingen kon laten instorten. Dus de flatgebouwen naast je en weet ik het wat allemaal. En dan was het net binnen een split second kon je er nog net onderdoor. Dat was ook heel erg vet. En dat zag er toen al heel vet uit. Maar ik wil dat het er zo vet uitziet zoals mijn Horizon er nu uitziet. Ik wil wapperend haar terwijl ik in mijn auto door de stad heen chase. Dat wil ik. Voor iemand als ik met keuzestress, notoire keuzestress, is het natuurlijk een hele moeilijke vraag. Ik zou hier een weekend over na kunnen denken en niet met een antwoord komen, omdat ik denk van ja, maar welke moet ik dan kiezen? Er zijn tientallen games die een vette remake verdienen. Dus met licht op het nieuwtje wat we toen hadden besproken van Max Payne, dat die 1 en 2 een remake krijgt van Remedy zelf. Super tof. Nou, dat was een van die games die prima op het lijstje kon van games die remakes verdienen. Maar toen Koos het had bedacht, toen
kwam er op de een of andere manier gelukkig, zodat ik geen keuzestress heb en vier dagen lang aan het nadenken ben over iets, kwam er één game bovendrijven. En dat is de game Quarantine. Het is een game waarin je een taxichauffeur speelt in een hele gritty post-apocalyptische wereld. En je moet mensen dus gewoon oppakken. En je kan je auto bewapenen met allerhande gore moordwapens. Want iedereen, of de helft van de andere mensen, eigenlijk de helft wil met de taxi en de andere helft wil iedereen doodmaken. Dus daar moet natuurlijk wel, aan de backstory moet wel wat gebeuren, zodat het ietsje geloofwaardiger is. Maar aan de andere kant vind ik dat juist zo leuk aan die games, vooral uit die games uit dat tijdperk. Kijk, nu heb je dingen als The Last of Us, wat een soort van helemaal super realistisch, maar een soort van helemaal geloofwaardig moet zijn en dit en dat. Nee, de games, dit was een 90s game volgens mij. Dus nee, je bent een taxichauffeur in een stad die helemaal naar de tyfus is. Je kan fucking over mensen heen rijden. Ik mocht van mijn moeder, mocht ik Carmageddon niet spelen, omdat toen bekend was dat je daar over mensen heen kon rijden. Pff, bloed en shit. Dat was toen super spraakmakend. En later kregen we dat natuurlijk. GTA, weet je, dat is natuurlijk van boven. Dat vond ze wat minder erg. Maar ik had toevallig nog een game. Waarschijnlijk stond hij op Twilight of wat dan ook, weet je. En nog een game opgestart, Quarantine. En ik kom daar in een wereld. Ik denk, nee, wat is dit? En je kan ook vreed hard rijden met druktoetsjes was het toen nog. Maar het was een open stad. En die stad was fucking grimy. Ergens zou het misschien nu een beetje kunnen lijken op Cyberpunk, hoe het eruit ziet. En je rijdt rond door die stad je pikt mensen op, je spekt je taxi, weet ik veel, grote shit op de voorkant, guns erboven, vlammenwerpers, dingen aan je wielen. Echt van, en dat was toen al. En de mensen die dan in je taxi kwamen zitten, zagen er allemaal verkrakt uit en die hadden een raar verhaal. Dus het was zo'n weirde, maar vibey game. Dat ik denk dat je daar prima nu een vette remake van kan maken. In een grote open wereld waar je een taxichauffeur speelt. In een tyfus zooi als het ware. Ik moet je eerlijk bekennen, ik word eigenlijk al een beetje op mijn wenk bediend bij dit item. Want als je me ooit zou vragen van welke game zou ik het allerliefst ooit een remake willen zien. Dan kan dat natuurlijk eigenlijk alleen maar de beste game ooit gemaakt zijn. En dat is natuurlijk Star Wars The Knights of the Old Republic. De originele RPG van BioWare op de Xbox. Maar, zoals je misschien wel weet, die krijgt een remake. Ik hou mijn hart vast of het de verwachtingen waar kan maken. Ik betwijfel het stiekem een beetje. En zeker ook als ik de geluiden hoor wat betreft die remake, lijkt het toch een hele andere kant op te gaan dan dat ik had gehoopt. Maar oké. Voor mij een reden om niet voor Knights of the Old Republic te kiezen. Want ja, die krijgt er dus stiekem al eentje. En dan, als ik dan terugkijk naar het verleden, dan zijn er toch een boel games waarvan ik dat graag zou willen zien. En dat zijn ook voornamelijk Star Wars games. Bijvoorbeeld een nieuwe, moderne Republic Commando. Nou ja, wat ik ook nog wil. Wil je weten wat ik nog meer wil? Ik wil ook heel graag namelijk een The Simpsons Hit and Run remake. Het is een soort GTA, maar dan in Springfield. Let's go! Dat was ook een heel erg fun game. En dat zou er vandaag de dag denk ik heel erg vet uitzien. En dat het dan de cel-shaded stijl heeft van de EA Simpson game. Maar dan wel in moderne graphics. Maar behalve dat, denk ik dat het allerbelangrijkste is dat we gewoon meer Jack en Dexter krijgen. Maar dan om je vingers, je grafische vingers, bij af te likken. Als ik er dan toch aan denk, één franchise, dan kom ik toch uit bij Hideo Kojima en bij de Metal Gear Solid series. Metal Gear is iets uit mijn jeugd. Het is iets wat echt tot op vandaag de dag iets geniaals is. Alleen, en dat merk je zeker bij Metal Gear Solid 1, 2 en 3.
En in mindere mate ook wel 4. Is de gameplay gewoon enorm verouderd. Dus weet je, het verhaal staat als een huis. De karakters staan als een huis. De setting is gruwelijk. Alleen de gameplay is gewoon hopeloos verouderd. En ik zat te denken, wil ik dan een Metal Gear Solid 1 remake? Dat is eigenlijk wel het eerste waar ik aan dacht. Maar die game is natuurlijk al geremade. En hij is vrij compact vergeleken natuurlijk met de wat latere titels. Metal Gear Solid 2, echt een ondergewaardeerd pareltje. Ook weer hele toffe storylines natuurlijk. Goed voor de Ali Hoetjes fans en de complottheorie fans. Maar een hele vette game. Maar toch denk ik dat Metal Gear Solid 3, Snake Eater, het meest geschikt is voor een remake overhaul. En simpelweg om de reden dat het een semi-open wereld al is. Alleen een open wereld in een tijdperk waarbij open wereld games, los van Grand Theft Auto, nog niet zo heel erg goed werkte, simpelweg door de enorm beperkte hardware. En ik denk dat wanneer Metal Gear Solid 3 een beetje de Metal Gear Solid 5 open wereld vibe zou krijgen, en zeker met de diversiteit van jungle die we hebben gezien in Metal Gear Solid 3 natuurlijk, de gebergtes, stukjes woestijn, ik denk dat dat een perfecte setting is voor een spionage thriller. Dit heeft natuurlijk alles wat betreft James Bond qua vibe. En ik mag het wel. En ik denk dat als we die zaken mixen, zeg maar de vrijheid en de open wereld vibes van de Metal Gear Solid 5, die wat mij betreft nog steeds torenhoog aangeschreven staat, zeker ook wat betreft open world design, zelfs vandaag de dag nog. Helaas was er daar veel gedoe en gezeur tijdens het ontwikkelsproces. Maar als we dat dan combineren met een gepolijste Metal Gear Solid 3, in die setting dus, met die vrijheid, dan weet ik wel wat ik wil.